Welkom bij Topnames. Heb je ook je boek bij de hand, Stekel? Ik heb mijn boek bij de hand, ja. De gast kijk. Is... Ja, met me allebei. Met me allebei. Ja, die voor jou is wat meer beduimeld. Ja, dus... ik heb er meer in gelezen dan jij. Ja, nee, dat klopt. Welkom Eva de Valk. Jij hebt dit boek geschreven, Silicon Valley geheet. En de ondertitel is Waar de toekomst wordt gemaakt. Je hebt ruim 2 jaar volgens mij daar gewoond en over bericht. Eerst eventjes, we kennen Silicon Valley is hier vaak ook zo'n soort begrip, een soort iconisch begrip, waar je op een gegeven moment niet eens meer weet of het eigenlijk echt wel bestaat. Maar wat is voor jou Silicon Valley? Oh ja, het bestaat zeker. Ik heb er een heel boek over geschreven, ja. En er 2,5 jaar gewoond. Het is natuurlijk wel omstreden wat het precies is en waar het precies ligt. In principe is het gebied van San Francisco tot aan San Jose, dus aan de baai, aan de westkust in Californië, waar heel veel techbedrijven bij elkaar zitten. Oh, moet ik deze even naar beneden zetten? Dat is goed. Ja, dat kan waar heel veel techbedrijven bij elkaar geclusterd zitten. En ja, de naam is ontstaan door de siliciumchipindustrie die daar ooit is ontstaan. Siliciumchip is een essentieel onderdeel van de computer. Daarna kwam daar de computerindustrie. Dus siliciumchip Intel. Daarna kreeg je allerlei computerbedrijven. Ja. Apple is daar ontstaan. Daarna ook allerlei webbedrijven. Nu ook Tesla, auto's, health, het gaat alle kanten op. Alles, maar nog steeds alles zit wat, alles daar heel dicht op elkaar. Alles wat technologie, internet, mobiel, interactief is, zit daar. Dat is wat het is. Hoe komt dat? Wat heeft Californië een speciale belastingklimaat daar? Of? Ja, het is aan de westkust. Dus dat trekt sowieso mensen aan die iets nieuws willen, al historisch gezien. En waarom precies die plek zo is uitgegroeid, dat hangt eigenlijk aan allerlei toevalligheden aan elkaar. Dat de siliciumchip-industrie daar is gekomen, dat komt onder andere doordat William Shockley daar zich heeft gevestigd. Dat is de uitvinder van de transistor. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de computer waar de siliciumchip-industrie uit is voortgekomen. Stanford is daar, dus er was al heel veel kennis, heel veel technische kennis. En op Stanford begonnen ze heel erg in te zetten op technologie en ook studenten heel erg te stimuleren om een eigen bedrijf te beginnen. En dat zie je nog steeds daar heel erg. Dus je hebt kennis en dan ga je daar iets mee doen waar andere mensen iets aan hebben. En dat, je hebt nog steeds heel veel bedrijven die voortkomen uit Stanford, zoals Google. Beste voorbeeld natuurlijk. Hey, en wat fascineerde jou dan zo in dat gebied dat je daar 2 jaar bent gaan zitten? Ik schreef al langer over tech en media. Het is waarvoor? Voor wie? Voor NRC Handelsblad. Okay. Freelancer. Vooral voor NRC. Ook de Groene. Intermediair. Nederlandse media. Ik ben een Nederlandse journalist. Dat dacht ik al. en mijn vriend kreeg een baan aan Stanford om daar onderzoek te doen. Dus dat was de vraag van, gaan we dat doen? En toen ging ik kijken hoeveel kansen daar voor mij waren. Er bleek geen enkele Nederlandse journalist te zitten. Tot mijn verbazing eigenlijk. Mm-hmm. Zitten ze in New York of in Washington. Allemaal aan de Oostkust. Altijd zo geweest ook. En daar niet. Dus ik dacht, gaan en kijken wat er gebeurt. Ja, en wat gebeurde er? Ik was daar. Nee, maar ik bedoel met jezelf. Want je komt daar aan. Ja. Is het een... Er gaan heel veel verhalen over de cultuur en de feesten en jonge mensen en alles kan daar en niks is gek genoeg. Weet je wel, werd dat beeld gelijk bevestigd? Of? Niet direct, want het is eigenlijk heel rustig. Ik heb het eerste jaar in San Francisco gewoond. Dat is wel echt een cultureel centrum. Dat lijkt een beetje op Amsterdam ook, dus die overgang was niet zo heel hard. Maar dan gaat het ook minder over technologie. Dan heb je het echt over cultuur, kunstenaars, theater, et cetera. Het tweede jaar woon ik in Palo Alto. En dat is echt de suburbs. En dat is eigenlijk waar de meeste tech zit. En dat is eigenlijk heel rustig. En dat is heel gek, want er zitten dus allemaal 20ers bij elkaar geclusterd. En je denkt, die willen er wat van maken. Maar ze werken gewoon allemaal de hele tijd. Maar ik vond het ook allemaal heel suf.
Kijk, jij zegt San Francisco, dat is gewoon een leuke stad. Weet je, daar kun je lekker uitgaan, het is mooi en je hebt het water en noem maar op. Maar dat, als je dan denkt, nou, we gaan naar Silicon Valley, dan rij je eindeloos in de file op die snelweg. Hoe heet die ook weer? De 101, ja. De 101. 280 kan je ook nemen. Ja, en dan kom je langs allemaal kantoorpanden. En dat is dan Silicon Valley, toch? Ja, dat is het ook. En daarom gaan ook steeds meer jonge mensen nu in San Francisco wonen. En daarom zetten al die grote techbedrijven zetten allemaal bussen in om ze heen en weer te vervoeren. Want ze willen wel de jonge mensen, maar die jonge mensen willen daar wonen. Dan zeggen ze, nou ja, prima, ga je daar wonen. Wat wel gek is, want ik denk, je kan er ook daar wat van maken. Maar dat ze zijn heel erg bezig met iets nieuws beginnen op het gebied van tech. Minder van het feestje van bouwen. Maar nou ja, ik ben ook wel bij grote start-up feesten en dat soort dingen geweest. Maar dat is een beetje gek, want het is 95% man. Dus dat een beetje gekke sfeer krijg je dan. Maar is dat daar overal, 95% man? Ja. Dat is dat toch geen zak aan? Toch? Je bent stil, zo stil. Maar... Ja, welke vraag zijn we? Moet ik antwoord geven op waarom ik stil ben? Moet ik antwoord geven op wat er in zak aan? Ik dacht, je denkt best aardig zelf. Nee, maar we gaan voorbij aan iets. Want wat die mensen die daar zitten, die zijn enorm gemotiveerd door technologie, door de inhoud. Door dingen kunnen bouwen, door in je vrije tijd een robot bouwen, door software, door apps. Iedereen heeft het daar de hele tijd over. En als je daarvan houdt, dan is dat gewoon te gek. Want dat gebeurt daar de hele tijd op een enorm hoog niveau. Dus ja, dat is natuurlijk de reden dat daar zoveel mensen zitten. Ja. En dat is ook de reden dat daar zoveel gave dingen vandaan komen. Dus het is niet dat er het beeld dat er geen zak te doen is. In eerste instantie denk je wel even, wat is dit? Want het is heel anders dan Amsterdam. Het is echt een heel andere cultuur. Maar het is razend interessant. Begrijp me niet verkeerd. Nee, maar wat je schrijft in je boek, heel belangrijk is daar. Op een gegeven moment geef je Nederlandse start-ups een aantal tips. Komen misschien straks nog eventjes op. Maar eentje daarvan is in ieder geval netwerken. Zorg dat je mensen leert kennen. Ja. Dus hoe en waar doe je dat dan? Dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Er zijn enorm veel events elke avond. Dus niet per se feesten, maar bijvoorbeeld meet-up. Kennen jullie waarschijnlijk wel. Georganiseerd rondom een thema, rondom een nieuwe technologie, rondom een idee. Vrouwen in tech verzamelen zich ook allemaal bij elkaar bij dat soort dingen. En als je wil, kan je elke avond wel naar 10 verschillende meet-ups toe. Ga naar de dingen die je interessant vindt. Ga praten met mensen. En voor je het weet heb je een hele stapel visitekaartjes in je handen. En gaat het balletje rollen. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Als en is de cultuur wat dat betreft dan informeler dan hier? Dat je mensen makkelijker kunt bellen van, goh, wat doe jij vanavond? Absoluut, absoluut. Hier is, je gaat niet zo snel iemand buiten je directe vrienden of kennissenkring een keer een kopje koffie mee drinken of mee lunchen. En dat is daar volstrekt normaal. Het is dan ook niet dat je dan vrienden bent. Dat dacht ik in het begin dan. Van, oh, gezellig, weet je. Hier, nog een keer. Nee, het is wel echt. Het is inhoudelijk, maar wel zakelijk. Dat is een interessante combi die ik hier niet zo heel veel tegenkom. Ja, en waarom ben je er nou eigenlijk een boek over gaan schrijven? Want ik kan me voorstellen dat je daar zit en je werkt als journalist en het is hartstikke leuk. Van, wat voegt dit boek toe? Weet je? Heel veel. Het is, de directe aanleiding was, ik heb ik vraag het ook om, toen ik het las, het is een beetje een kruising tussen een soort studie naar Silicon Valley en een reisgids. En misschien een managementboek nog, als je de directe tips uit wil halen. Dus dacht ik van, ja, wat wil je nou precies met dit boek bereiken? Ik wil uitleggen wat het is. En voor een buitenstaander. Want Silicon Valley is best wel, het is echt een bubbel. Iedereen daar spreekt een bepaalde taal en het is super interessant. En er komen uitzendingen vandaan die zo'n impact hebben. En niet alleen maar op mensen die technologie interessant vinden, maar voor iedereen. Iedereen gebruikt Google, iedereen gebruikt Facebook, iedereen gebruikt LinkedIn. Iedereen zit de godganse dag, maken ze gebruik van wat daar vandaan komt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen, ook mensen die niet in die bubbel zitten, maar daarbuiten beter begrijpen wat het is en het ook beter op hun waarde kunnen schatten. Hoe het boek tot stand is gekomen. Ik heb geholpen aan De Wereld Draait Door. De documentaire van 3 delen van Alexander Klupping. Dat had eigenlijk dezelfde bedoeling. Een breed publiek introduceren op Silicon Valley. Is heel goed gelukt. Daar ben ik heel trots op. Als je die 3 delen kijkt, dan weet je echt meer. En krijg je echt een goed beeld van wat het daar is.
En daarna dacht de uitgever van ja, dit willen mensen weten, weet je, meer hiervan. En toen ben ik benaderd om een boek te schrijven en dat vond ik heel erg leuk, want ik had nog heel veel verhalen die ik niet kwijt kon. TV geeft toch meer een indruk en in een boek kan je toch veel dieper gaan. Dus dat heb ik gedaan en dat ligt er nu. En als jij nu, je zei net van die sfeer is in Nederland anders. Maar wat zijn nou voor jou als je hier kijkt, je bent start-up in Amsterdam en je bent start-up daar. Wat is voor jou het grootste verschil? Schaal. Hier heb je een handje vol. Broeders, het zijn toch echt meestal mannen, maar ja. Ook van mensen die met hetzelfde bezig zijn, daar is iedereen ermee bezig. Vanzelfsprekend krijg je dan ook veel uitschieters naar boven, ook uitschieters naar beneden trouwens, er loopt van alles door elkaar, maar dus je moet veel harder concurreren, je moet een veel duidelijker verhaal hebben wat je aan het doen bent. Dus je kan wel een beetje dingen uitproberen, maar het is ook wel echt heel erg veel fast. Dus als het niet werkt, gewoon weg ermee, iets nieuws beginnen. Ik denk dat hier minder druk erop staat en dat je langer nog een beetje kan aftasten. Geld, uiteraard. Er zit daar gigantisch veel geld van VC's die dat in startups investeren. Dat is hier veel minder gebruikelijk. Dus als je snel wil groeien en daarvoor geld nodig hebt, heb je het hier moeilijker? Mm-hmm. Dat zijn denk ik de grootste verschillen. Daar pak ik af en toe wat vragen van Twitter als ze binnenkomen. Ja, graag. Jochem Kolen die vraagt, omdat jij net zei dat het zo'n bubbel is. Kan de volgende hype wel uit Silicon Valley komen als het daar zo'n bubbel is? Remt dat niet juist de creativiteit en innovativiteit? Dat is een interessante vraag. Er is namelijk sinds best wel kort, eigenlijk in april, mei, is er een hele discussie begonnen in Silicon Valley, die wat mij betreft al veel eerder had mogen beginnen, over het gebrek aan diversiteit in Silicon Valley, het gebrek aan mannen, gebrek aan mannen, gebrek aan vrouwen, gebrek aan minderheden. Het is heel blank. Ja, heel, ja of en Aziatisch. Aziatisch ook, ja. Maar het is echt een monocultuur. En er is daar discussie over gekomen. En de grote techbedrijven hebben dat eigenlijk voor het eerst serieus opgepakt. Google heeft cijfers gepubliceerd. Toen kwamen een hele hoop andere bedrijven. Facebook, LinkedIn enzovoort. Ook met het idee van we moeten hier een discussie over gaan voeren. Want het idee daarachter is niet... het is ook gewoon een principiële kwestie van we zouden... diversiteit is goed. Afspiegeling moeten zijn van... Maar ook een business overweging. Want bedrijven die diverser zijn, kunnen weten beter wat mensen willen en kunnen beter inspelen ook op de markt. Dus Silicon Valley is er zelf mee bezig. Dus dat is een relevante vraag waar intern mensen nu ook van denken van daar moeten we mee aan de slag. Ja, en nu... wil je ook, je geeft ook handvaten voor mensen die erheen gaan, weet je wat je wel en wat je niet zou kunnen doen. Maar je beschrijft ook, en dat vond ik eigenlijk wel fascinerend, ook herkenbaar, dat als je daar rondloopt, dat de meeste bedrijven die zitten in totaal anonieme kantoorpanden met geblindeerde ramen. Er staat niet eens een logo op de deur. En je komt ook helemaal niet binnen. Je bent nergens eigenlijk gewoon welkom. Voor jou gingen de deuren pas open toen je met een camerateam rond ging lopen en het natuurlijk anders werd. Zo beschrijf je het tenminste. Ja, zo schrijft Alexander Klupping het in het voorwoord. En dat is niet helemaal mijn ervaring. Ik heb toch wel op meetups ook heel veel mensen leren kennen. Als je, Larry Page wil interviewen. Ja, nee, je kan daar niet zomaar even met hem een kopje koffie gaan drinken. Maar mensen leren kennen die bij Google werken, dat is niet zo moeilijk. En die vertellen daar ook heel gemakkelijk over. Het gebrek aan opspuk, dat de architectuur er niet uitziet en dat iedereen er gewoon in flipflops bij loopt en zo. Ja, dat is zo. En, maar die geslotenheid, dat is volgens jou... Er is daar een groot verschil tussen echte grote bedrijven die hun IP willen beschermen. Kijk, Apple, daar mag niemand iets zeggen. Apple is een gesloten bastion zonder meer. Ja, maar dat was bijvoorbeeld ook al mijn ervaring bij bedrijven als Intel die daar ook zitten of Cisco. Weet je, daar kom je ook allemaal niet binnen. Nee, maar als je van buiten komt, maar als je er echt woont en gewoon mensen leert kennen,
en gewoon met ze gaat eten of een kopje koffie gaat drinken, dat kan wel hoor. Maar daar heb je wel tijd voor nodig. Het is niet dat je even een weekje erheen kan, even van tevoren kan bellen van mag ik naar binnen lopen. Maar ik denk dat dat hier ook niet zo is. Weet je? Je kan ook niet zomaar bij Philips zeggen van wat zijn jullie hier aan het doen of zo. En ik denk, ja, ze zijn gewoon een bedrijf, ze zijn gewoon aan het werk. En ze zijn natuurlijk, ja, wat wel een interessante discussie is. Dus Apple is heel erg bang dat dingen worden gejat. Extreem bang, echt panisch. En niemand mag praten met journalisten. Is gewoon, heb ik ook helemaal links laten liggen eigenlijk. Ja, heeft toch geen nut. Van, het heeft geen nut. Ik ken ook heel leuke mensen van Apple. Ze zijn super aardig, maar echt niks. Gewoon, je hoort er gewoon, ja. Terwijl mensen bij Google die zeggen, oh, als je zin hebt om een keer te komen lunchen, kom maar langs, weet je. Ja. Nou, dan ga je daar lunchen, dan zie je toch hoe het er gaat. Dan krijg je toch een gevoel. Gaat misschien niet in detail vertellen over het nieuwe spannende ding wat hij aan het doen is. Omdat hij denkt, nou, dat moeten we nog maar even kijken of dat het wordt. Mm-hmm. Maar ze zijn toch al veel opener. Dus ja, en startups, die willen altijd alles kwijt. Het maakt ze niet uit. Je bent een journalist uit Nederland, maakt niet uit. Alles is goed, die willen met iedereen praten. En dat is super gemakkelijk. Dus. Hey, wat is er slecht aan, wat is er niet goed aan Silicon Valley? Waarom zou je er niet heen gaan en juist hier blijven, bijvoorbeeld? Als bedrijf? Als bedrijf? Ja, verschillende redenen. Wat ik al noemde, dus gebrek aan diversiteit vind ik zelf als vrouw best wel een beetje vervelend. Het is er extreem duur. Dat is eigenlijk, voor bedrijven is dat een heel grote overweging. Want Procureurs zijn heel erg duur. Hè? Extreem duur. Dus je ziet ook van veel Europese bedrijven zie je dat ze een soort tussenvorm proberen te vinden met bijvoorbeeld hun programmeurs daar en marketing in Silicon Valley bijvoorbeeld. Of maar tegelijkertijd, als je programmeurs daar hebt, dan heb je wel, ja, je kan naar al die bijeenkomsten en je kan veel sneller meekrijgen wat er speelt. Dus er is echt wel heel veel voor te zeggen om daarheen te gaan. Maar het is wel duur en het is ook geen gespreid bedje of zo. Het is zwaar en heel veel start-ups vertrekken ook weer. Je ziet een enorme doorstroom van mensen die daar 1-2 jaar proberen en dan gaan ze weer weg. Dus, ja. Hey, Johan Schaap wijst op via Twitter mij nog even op een artikel in de Correspondent waar ik nog even iets over wil vragen. Van 2 maanden geleden. Dat gaat over dat er in 2016 een referendum wordt gehouden in Californië. En ja, is al afgeblazen. Dat is afgeblazen. Ja. Oké, dat is dus achterhaald. Johan, dan dankjewel voor de tip. Dus de stemmen bleken, de stemmen die Tim Draper had binnengehaald. En voor wie dat niet weet, dat ging over dat Silicon Valley eigenlijk zich af wilde scheiden omdat ze democratie maar lastig vinden voor de vooruitgang in de techwereld. Even heel kort door de bocht. Ja, maar dat is dus een heel onjuiste voorstelling van zaken. Geweest. Dat artikel klopt niet. Want, dus op de Correspondent klopt ook niet altijd alles. Nee, ik heb daar ook een reactie onder geplaatst. Ja. Want het opsplitsen van Californië, dat is een hele lange discussie. Californië is de grootste staat, de meeste inwoners, heel divers. Het is gewoon, mensen voelen zich daar niet prettig bij. En Jefferson, het gebied in het noorden van Californië, dat wil zich al heel lang afsplitsen. En dat zit daar heel erg in. En ook de waterkwestie speelt er ook. Er spelen heel veel. Dat tech zich wil afscheiden, dat is dat klopt. Deels, weet je. Er zit altijd, ja, wat ik al zei, het is een soort bubbel. En dit referendum is ook in werking gezet door, of in elk geval opgeroepen tot een referendum, wat er dus niet gaat komen, door Tim Draper, wat een belangrijke visier is in Silicon Valley. Dus dat klopt. Maar het idee van, oh, Silicon Valley wil zich afscheiden. Sowieso Silicon Valley, Tim Draper heeft dit opgezet. En dat is één figuur en die is ook niet omstreden binnen Silicon Valley. Maar anyway, het is al. Ja, het is al achterhaald. Het is al achterhaald, het gaat niet door. Er komt geen stemming in 2016. Ja. Als je dat, wat ik zei eerder, dat rijtje één van de dingen was dat je zei van je moet goed kunnen netwerken. Welke andere elementen vind je belangrijk als mensen hier overwegen om daar naartoe te gaan? Pardon? Sorry. Jij geeft een aantal tips. Zes tips geef je. Voor Nederlandse start-ups die naar Amerika zouden willen gaan. Ja. Silicon Valley willen gaan. Eentje van, hebben we net over gehad. Misschien wel andere zijn er ook wel zijdelings langs gekomen. Wat zijn andere belangrijke dingen dan netwerken als je daar naartoe gaat? Oh jee, het voelt bijna als een soort proefwerk. Of ik nou mijn eigen tips reproduceren. Je hoeft niet alle 6 hoor. Pak jij ze er even bij. Even kijken welke blad zijn. Ja, ik heb ze al.
Ja. Zal ik je helpen? Dan licht jij de tip. Help me maar en dan licht ik verder toe. Tip 1. Wees onbescheiden. Oh, ja, heel waar. Ja, ja, omdat in Nederland we dat als een deugd zien. En dat is echt een probleem als je daar komt en zegt van ja, ik heb een idee, maar ja, het is ook wel een beetje een stom idee. Zijn, of het zal wel niks. Nee, niks, nee. Weet je. It's a great niks idea. Zijn. Het is altijd geweldig, maar echt geweldig. Echt, het is een heel serieuze tip. Het klinkt een beetje flauw van alles moet je groot voorstellen. Maar als je daar als Nederlander komt, dan realiseer je pas hoe gewend je bent om jezelf altijd klein te maken. En dat het in Nederland goed werkt. Dat mensen jou daarvoor belonen. Bescheidenheid. Ja, en daar bescheidenheid. Ah. Tip 2. Wees positief. Ja, eigenlijk komt dat daar ook uit voort. Dus nooit. Er zijn nooit issues, maar alleen maar opportunities. Precies. Ja. Alles is. Klaag niet over je jetlag. Gewoon. Dat is een hele concrete. Ik had een vriendin die op Stanford een conferentie had georganiseerd. En daarbij 6 Finnen had uitgenodigd. Zij was Fins, maar woonde al 6 jaar daar. En van de 6 Finnen begonnen 5 hun pitch met. Nou ja, ik zal er wel moe uitzien, want ik heb een jetlag. En dat zij later tegen die Finnen zei van jongens, dat komt niet aan hier, dat moet je niet doen. En die Finnen waren dus heel beledigd dat ze zeiden van ja, maar zo praat ik, dus dat doe ik. Terwijl ze zei, nou ja, het is een tip, weet je, doe ermee wat je wilt. Nu weet je hoe mensen daarop reageren. Dus. Nou, de derde is dan netwerken, die hebben we al gehad. De vierde, wees to the point. Ja. Maar waarom? Wat is anders dan hier, bedoel ik eigenlijk? Ja, omdat ze daar nog veel scherper kunnen spreken. Dat heeft een hele lange. Spreken in het openbaar heeft een heel lange traditie in Silicon Valley. Ik heb een Nederlandse vriend met een dochter, die overigens ook Eva heette. Ze waren 11 toen ze naar Silicon Valley verhuisden, dus groep 8 in Nederland. En in het begin was het natuurlijk een beetje onzeker. Maar daar, je moet elke week moet je gewoon een verhaal vertellen in de klas. En van heel jong af aan worden ze gedrild om zichzelf te kunnen presenteren. En dat hebben wij gewoon niet. Dus wij spreken gewoon veel minder. Maar wat moet ik me dan bij voorstellen? Zo'n dochter in de klas. Eva, kom even naar voren en vertel even in 1 minuut... uit welk land je komt, wat daar anders is dan in Amerika. Ja, we hebben misschien een spreekbeurt 1 keer per jaar. En daar heb je dat gewoon om de haverklap. Okay. En wordt er heel veel waarde gelegd op jezelf goed kunnen presenteren. En ook heel mensen in Silicon Valley, ze praten erg snel. Heel hoge informatiedichtheid. Dus ze hebben weinig tijd. Dus weet je, gewoon snel van wat hebben we elkaar te brengen. En niet van, wat heb je dit weekend gedaan? Geen. Allemaal even snel small talk en dan dit is wat ik wil zeggen. En als je dat ook doet, dat helpt gewoon, want dan krijg je er gewoon meer uit. Elk gesprek is een pitch daar. Ja. Kleedje informeel, dat is een makkelijke stekel. Die kunnen we. Wij niet. Die kunnen we. Maar is dat echt belangrijk? Ik weet ook de voorbeelden van Woris Veldhuizen van Zanten, die met zijn maten altijd in witte pakken. Daar toch overal binnenkwamen en vrij succesvol. Dat kan ook. Ik bedoel, dus geen. Al die regels zijn een soort richtlijnen, maar het staat je ook vrij om het helemaal anders te doen. En het kan ook goed werken. En Steve Jobs maakte van zijn zwarte coltrui een trademark. En dat is natuurlijk ook super gestileerd. Dus je kan. Ja. Je kan, dit is heel erg vrij hoor. Is het ogenschijnlijk informeel of is het weer een dresscode? Ja. Nee, het is ogenschijnlijk informeel. Als je naar een VC gaat, is het bijvoorbeeld weer niet de bedoeling dat je een korte broek aan hebt. Want dat is dan weer net niet helemaal goed. Dus er zijn wel degelijk codes. Dus, ja. En tenslotte moeten we Europa erbuiten houden. Wat bedoel je daarmee? Dat is eigenlijk iets wat ik veel terugkreeg van Nederlandse startups die daarheen gingen. Die toch merkten dat ze het in Silicon Valley een beetje moeilijk vinden om met mensen van buiten te werken en ze willen gewoon dat je daar in de buurt woont. Je moet gewoon een Amerikaanse bankrekening en een telefoonnummer hebben en kunnen opnemen. En dat ze in dat opzicht eigenlijk nog, wat een beetje raar is, want uit dat gebied komen natuurlijk allemaal technologieën waarmee je kan skypen, waarmee je kan teleconferenties kan houden en op allerlei manieren op afstand zou kunnen werken. Maar in Silicon Valley wordt toch heel erg veel waarde gehecht aan face-to-face contact. Er zijn. Het is opvallend. Marissa Mayer heeft dat meteen ingevoerd bij Yahoo bijvoorbeeld. Mensen mochten niet meer thuiswerken, maar je moet er gewoon zijn. Omdat dat efficiënter is.
En hou Europa erbuiten, ja, dus een beetje gechargeerd misschien. Want er zijn natuurlijk ook heel veel start-ups van buiten Amerika die het daar maken. Maar wel op de manier waarop het daar is. En als ik het zo hoor, denk ik dat ik één tip misschien nog wel weg heb gelaten. En dat... Maar goed, dat zullen we al zien, hè? Daarom nemen we er nog even bij. Dat is de extended edition. Er wordt heel veel waarde gehecht aan goede teams. En dat had ik zelf nog niet zo door. En ik merk ook als ik hier spreek met media in Nederland... dat ze toch heel erg vragen naar ideeën. Naar wat zijn de nieuwe denkrichtingen. Terwijl daar veel meer wordt gekeken naar wat zijn mensen die goed matchen... en goede vaardigheden hebben die elkaar aanvullen. En dat bijna nog wel belangrijker is dan je goede idee. Paul Graham sprak ik. Dat is de baas van... toch? Ja, en de baas van Y Combinator. Ja. Wat een hele belangrijke incubator is. Eigenlijk de incubator. En het voorbeeld van alle incubators wereldwijd. Het model wat hij heeft opgezet. Hij zei dat hij altijd... bereid was om te investeren in een goed team met een slecht idee. Want dan zouden ze er toch wel snel achter komen dat het niet zou werken. En dan zouden ze wel met iets nieuws komen. Een slecht team met een goed idee. Die mensen krijgen ruzie, komen er niet uit. Dus daar heb je per definitie niks aan. Dus, ja, toch vind ik dit nou net zo'n punt waar iedereen elkaar maar weer naloopt te echoen. Dat heeft dan ooit één keer iemand geroepen. Het maakt niet uit wat voor idee je hebt als je team maar goed is. Ja, het gaat toch uiteindelijk om het idee. Ja, maar in dat idee van een goed team zit natuurlijk besloten dat ze uiteindelijk wel een goed idee moeten krijgen. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk, als je maar twee goede mensen bij elkaar zet, dan krijg je vanzelf wel altijd wel een goed idee. Maar, nee, maar wat? Eerder dan, dan andersom. Ja, maar ja, ik vind het een beetje een open deur. Ja. Heel veel van die dingen zijn een open deur. En heel veel dingen over Silicon Valley klinken op het eerste oog als een cliché. Maar als je er bent en er echt een tijdje mee krijgt wat het betekent... en hoeveel consequenties dat heeft... dan kom je er toch weer bij terug en ga je er toch weer uitdragen. Dat is althans nu mijn ervaring. En is je vriend klaar met zijn werk daar? Waarom ben je weer terug? Ja, hij is klaar met zijn werk daar. En hij heeft nu een baan hier. Dus nu zijn we weer terug. We willen wel weer terug, want het is wel een heel erg fijne plek om te wonen. Ja. En wat ik nog wel intrigerend vond, je besteedt in je boeken ook best wel veel aandacht aan visionairs en de next big thing. Het, weet je, het dromen van science fiction, waar gaat het allemaal heen? Ja. En misschien is het ook omdat je uitgever een mooie kop boven de stukjes wilde, maar je pakt eigenlijk Elon Musk eruit als de opvolger van Steve Jobs. Ja. Waarom? En voor wie het niet weet, Elon is natuurlijk bekend van Tesla en nu in de ruimtevaart. En daarvoor heeft hij ook allemaal fantastische dingen gedaan. Wat is zo bijzonder aan deze man? Elon Musk is als visionair heel erg interessant, omdat hij een idee heeft hoe hij de wereld wil verbeteren. En het zijn een soort jongensdromen die hij heeft. Hij heeft dus typisch mannelijke Tesla, weet je, hij heeft snelle auto's. Auto's en raketten. En raketten, inderdaad. Dus het zijn echt jongetjesideeën. Maar hij wil ook de wereld een betere plek maken. Dat idealisme, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van Silicon Valley. Dus het zijn niet zomaar snelle auto's en mooie auto's. Maar ze zijn elektrisch. En het idee is dat hij een energierevolutie wil ontketenen. Hij is ook voorzitter van... ontschiet me de naam van zijn bedrijf. Zijn zonne-energiebedrijf. Ja, nou, ik weet het ook niet. Nou, het ontschiet me even. Ja. Maar dus ook zonne-energie heeft ook te maken met de energierevolutie. En de raketten, dat gaat nog verder. Solar City. Ja. Dankjewel. En wat hij doet met SpaceX, dat gaat nog verder. Het idee daarachter is dat hij de mensheid wil redden in het geval dat de aarde ondergaat. Wat vrij waanzinnig klinkt, maar hij is hier heel serieus over. Nou, het was leuk dat net voor de uitzending, ik checkte even mijn gecureerde feeds. En vandaag heeft hij ergens geroepen dat als we niet een miljoen mensen op Mars zetten als mensheid, dat we dan eigenlijk... Als een soort Ark van Noach. Dat we dan eigenlijk verloren zijn met z'n allen. Ik dacht, nou, dat is alweer een echte Elon Musk-uitspraak. Het is een echte Elon Musk-uitspraak. Maar de combinatie van jongensdromen, van heel veel technische kennis... want het zijn echt hele geavanceerde technologieën die hij doet... en ook een soort visie van de wereld daarmee naar een hoger plan willen tillen...
Dat is een combinatie die in Silicon Valley enorm wordt bewonderd. Elon Musk staat daar enorm hoog in aanzien. En ik vond hem een soort perfect archetype van iemand die al die eigenschappen in één heeft. En het consequent uitdraagt al heel lang. Is hij toegankelijk? Nee. Hij heeft twee bedrijven en is voorzitter van een derde bedrijf. En hij heeft vijf kinderen. Hij was vorig jaar ook in Austin, South-by-Southwest. Hij spreekt wel vrij veel met media, hoor. Hij is ook in Nederland geweest, maar dat is dan echt alleen maar als PR voor zijn eigen bedrijf. Was dat toen met die Tesla dat ze geen stroom hadden? Was dat toen niet? Ja, dat was allemaal gedoe. Maar Tesla zelf is super benaderbaar, hè? Iedereen, ik ben daar ook geweest. Ik ben in de fabriek geweest in Fremont. Super, super futuristische fabriek met allemaal wit gespoten robotarmen, rode vloer en schitterend allemaal. En daar krijg je dus een rondleiding van iemand die gewoon alles op alles zet om jou ervan te overtuigen dat dat het allergaafste ooit is. En dat daar waar je naar kijkt, de wereld wordt veranderd. En ik ben zelf helemaal niet per se een autofan of zo, maar ik dacht, nou, het is wel interessant, ik ga erheen. Maar ik werd echt helemaal overdonderd daar. En daarna mocht ik een testrit en werd ik alle kanten opgescheurd om haar te laten zien hoe stabiel je op de weg bleef liggen. En ik kwam er weg en ik dacht, wow, dit is fantastisch. En dat willen ze ook heel erg uitdragen. Ze willen heel erg die visie, ja, kijk, private time met Elon Musk, dat is een beetje, dat kan je niet zomaar regelen, maar toegankelijk van dat ze een visie willen uitdragen, heel erg. Tesla is daar heel erg actief mee bezig. Iedereen die ook een Tesla koopt, die mag ook, en in de buurt is, die mag hem daar ook ophalen in de fabriek. Zijn eigen gepersonaliseerde Tesla zie je daar van de band afrollen. Oh, ja. Ja. En de bedoeling is dus dat mensen zo enthousiast worden dat ze het gaan uitdragen. Dat is echt, believers worden daar klaargesteld. Nu heb jij een heel ouderwets dingetje hier gemaakt op papier. Het is ook een e-book versie, hoor. Oh, dat is wel een e-book versie. En er is ook nog een tweede scherm bij. Er is ik zag al die dingen staan. In de kantlijn zitten allemaal, staan allemaal icoontjes. Icoontjes met een nummer. Hoe werkt dat? Daar kan je naar het nummer in het icoontje gaan. Als je het boek hebt, moet je even naar het tweede scherm gaan. Dat is op lebowskipublishers.nl/Silicon Valley. En daar staat een hele lijst met links, met aanvullend video, audio, materiaal, infographics, verder lezen. Dus je kan daar nog dagen mee verder gaan als je Oké, en dat zit ook allemaal in de e-book versie? En dat zit ook in de e-book, dan kan je doorklikken, dan zijn het gewoon linkjes. Ja, en waarom zou je dan de papieren versie kopen? Ik hou zelf eigenlijk meer van papier om te lezen, om eerlijk te zijn. Ik vind het prettiger. Ik ook, hoor. E-book is handig om andere redenen dat je het kan downloaden. Als je bijvoorbeeld niet in Nederland bent, er zijn natuurlijk ook allemaal mensen in Silicon Valley die het nu willen lezen. Alle mensen die ik heb geïnterviewd, dus die kunnen downloaden. Of als je zelf om wat voor reden dan ook liever een e-book hebt, is goedkoper. Ja. Blijf je over technologie schrijven hier weer? Ja. Dus we kunnen als we NRC... In de NRC kunnen we je artikelen blijven volgen. NRC en Groene, zijn dat steeds de dingen waar je van schrijft? NRC, Groene, intermediair. Alles wat op mijn pad komt. Ik ben gewoon een freelancer, dus... Ja. Oké, super, dankjewel. Hey, hartstikke bedankt. En we laten hem nog even een keertje zien steken, want het is belangrijk, belangrijk voor in de losse verkoop als je hem tegenkomt in de winkel. Dus wel de kracht van deze titel, hij kan je niet ontgaan. En het springt van het schap af, zeg maar. En het is ook nog naar een idee van Alexander Klupping. Nou, dat moet gewoon goed komen. Het is hartstikke mooi overzicht, net wat je zegt. Het is een mooi tijdsdocument, denk ik. Zeer informatief en inspirerend. Al die mooie succesverhalen. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering van Topnames. We danken Streamzilla die ervoor zorgde dat je thuis live mee kon kijken. De streaming specialist uit Groningen. En kijk je live. Blijf dan hangen, want zo direct... We hebben vandaag boekenavond, hè, Steven? Ja, dit is boekenavond. Dus, volgende boek. Nog een boek. Adriaan van Dis. Zo direct schuift Ronald Kleverlaan aan om te praten over crowdfunding. De hype voorbij. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending ook terug kunt zien. En inmiddels, ik denk dat we nu alweer naar over de 300 uitzendingen zijn. Zoiets moet het zijn. Dus zoiets moet het zijn. We gaan ze binnenkort ook nog een keertje mooier ordenen voor je, zodat je het beter thematisch kunt terugvinden. Dankjewel voor het kijken. Zo direct gaan wij hier door. Dag.